Yo, jij bent de kijker en ik ben Tom en dit is een unboxing van de Razer Black Widow V2. Ja, wel mensen, dit is het paradepaardje van Razer als het aankomt op de toetsenborden. En ze hebben hem geV2'd. Dus dat hebben ze ook al met de Kraken gedaan. Kun je ook even doorklikken naar de oude review en unboxing die we daarvan hebben gedaan. Maar ze hebben hun paradepaardje een soort van update gegeven. Nu met een ergonomic wrist rest, meerdere soorten uitvoeringen. En dit is dus een heel ander modelletje, maar hoort dus wel een beetje die grandeur van die oude Black Widow terug te brengen. En wat je nu al meteen ziet, terwijl we gaan unboxen, dit is een nieuw dingetje. Die Chroma Keycap, die wil iedereen. Tenminste, als je een klein beetje iets hebt met Razer, dan wil je zo'n Chroma Keycap. En die geven ze nou ook gewoon erbij. En dat is een soort van testertje. En dan staat er ook zo van, oh, als je hem even wilt testen, dan moet je dat even eruit jenken. Dus dan gaan we dat doen. Ja. En nu, als het goed is... Wauw. En dat is dus gewoon een sleutelhangertje wat je erbij krijgt. Dat is op zich wel leuk. Maar laten we de ding eens even open gaan maken. Let's open this bitch up. De Razer Black Widow V2. En nu heb ik al eerder in een unboxing van Razer producten heb ik het dus al verteld dat je hier geen scharen bij nodig hebt. Omdat je een soort van leuke plakbandjes erbij krijgt die je op een goede manier eraf kan jenken. Kijk, zie je hier, dat is een dingetje. Dan moet ik even wel mijn nagel erbij pakken. Ja. En zodoende. Plakbandjes eraf. Let's do this. Gaat hij gewoon zo open, neem ik aan. Inmiddels, hoeveel producten van Razer heb ik inmiddels wel niet unboxed? Het worden er heel veel. Ik begin er daadwerkelijk goed in te worden. anyway, Black Widow V2 ligt hier. Chroma natuurlijk ook, dus hij is alle kleuren van de regenboog. Maar ook, als altijd, de boekjes die vinden we in het topcompartiment. En dan zul je dus alweer zien dat... Oh, congratulations and welcome to the next level of gaming domination. Ik praat altijd een beetje poep over Razer, omdat dit een heel gek verhaal is wat hierop staat. Het is altijd hetzelfde geweest, het is dus nu anders. Dus dit is the next level of domination. Wat er dus wel op lijkt dat ze nou eindelijk eens een keer dit hele verhaaltje veranderd hebben. Nou ja, daar krijg je erbij. Dat is dus gewoon een berichtje van Min Ling Tang, de oprichter van Razer. Als altijd krijg je natuurlijk ook bij de Chroma stickers. Die dan ook, wacht, als ik het nou een beetje beweeg, dan is het zo... Oeh, zie je ze, like super chroma-y zijn. En natuurlijk een boekje. En ik ben een man die over het algemeen denkt van, ik kan het zelf wel uitvinden, dus het boekje gaat niet eens open. Maar goed, staat iets in over, dit is een toets. En zo werkt die. Maar goed, krijg je er allemaal bij. Dit is een beetje de booklets, de literatuur kunnen we wel zeggen. En wat nou dus meteen opvalt hier, is dat die Chroma Keycap zo eruit te pakken is. Krijg je een leuk touwtje bij. Moet ik even friemelen. Kijk, pop. Zou ik hem zo uit kunnen halen of ga ik hem zo... Oh, ik ga hem eruit drukken. Dit is sexy. Oh, dit is... Vroeger heb ik ook een Chroma of een keycap gehad van Razer. Die was een heel stuk kleiner. Want dat was letterlijk alleen een switch zonder de kleurtjes erin. Maar goed, nu krijg je dus zo een sleutelhangertje met een lampje erin. En, nou gaan we meteen even... Ik voel het. Ik denk dat dit dezelfde switch is die ik zelf ook heb aangevraagd. Dit is namelijk de oranje switch met een ledje erin. Maar het leuke is, die switches, meestal als Razer ons iets opstuurt, trouwens thanks Razer, dan sturen ze met hun super legendarische, die iedereen de shit vindt, groene switches, die heel erg klikkie zijn. Leuke is, ze hebben er vandaag ook een sample meegestuurd. En de sample is dus letterlijk dit. Zou je ook zomaar kunnen gebruiken. En dan zie je dus, en vooral hoor je ook, de groene die een beetje klikkie is. Dan heb je de oranje die ik nu heb aangevraagd, omdat ik dat gewoon ook een keer wil ontdekken. Die is dus... tactile, maar wel stil. Dus er zit geen extra klikkertje in. En dan heb je ook nog de gele. Die is zo lineair mogelijk. Dus er zit ook niet een klikkertje in wat je dan voelt. En ook niet een geluid heel erg. Dus dan heb je de drie mechanische switches van Razer. Die krijg je gewoon zo. Nou ja, die krijgen jullie niet. Maar dit is dus een dingetje wat speciaal voor ons is. Zodat we het kunnen testen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want ik wil eigenlijk binnenkort een beetje een itempje gaan maken over mechanische switches. Wat het nou eigenlijk doet voor de leek. Weet je wel, dat we gewoon even uitleggen van wat is het nou precies en wat heb je eraan. En ik dacht dus, dit is perfect om daar een itempje mee te maken. Om even te laten zien van, hey, dit zijn de verschillen in bijvoorbeeld Razer's aanbod. En dan heb je natuurlijk ook nog Cherry en Kale en een heleboel andere toffe partijen. Anyway, we gaan gewoon door met die unboxing. Laat me even weten of je die video zou willen zien. Een soort uitleg over mechanische switches. Laat het weten in de comments, jongens. Ik reageer altijd. Is geen belofte trouwens, ik reageer soms, ook niet lang niet altijd. Maar goed, we gaan gewoon verder met die unboxing terwijl jij je comment alvast gaat bedenken. En, nou, dit mag weg. Ho, liepoep. Mooie... Oh, kijk, hoppatee, met de ergonomische wrist pad. Het is allemaal wel mooi verpakt. Ik ga deze ook even aan de kant. En dan is dit
de Black Widow V2. En wat mij meteen opvalt is... Het doorsnoeren van je apparatuur komt weer terug, met condoompjes ook. Ik vind het trouwens altijd wel vet dat ze het groen in de USB-stick ook verwerken. Je hebt er niks aan, maar het is toch een beetje een stijlelementje. En het doorsnoeren van je geluid kan ook. Dat zie je dus hier ook aan de zijkant van het apparaat. Dat daar nog je muis eventueel uit zou kunnen komen en bijvoorbeeld een headsetje. Dat is op zich wel goed geregeld. Valt me dan wel weer op dat het één USB 2.0 is. Het is een toetsenbord van €200, mensen. Dat is wel een beetje karig of zo, zou ik denken. Voor €200 dat je dan... Waarom maak je dan niet gewoon USB 3.0 van om door te snoeren? Dat is toch veel beter? En een ergonomische polssteun die er dus perfect aangeklikt kan worden. En er zit een beetje een mechanische feel in. Kijk, ik weet niet of je het kan zien, maar... Kijk, dat laatste dat doe ik dus zonder kracht. Maar het is een stevig polssteuntje. Wat in grote lijnen ook wel een beetje qua feel te vergelijken is met die van de Ornata Chroma van Razer. Hebben we ook een unboxing van gedaan en ook een hele uitgebreide review, een video review, alles, Games Gear. Kun je terugklikken, staat waarschijnlijk een linkje in de beschrijving. Anyway, wat we dan nog als laatste gaan doen, omdat het toch een Chroma product is. Ik ga weer even mijn laptop erbij pakken, zodat je hem ook in alle glorieuze kleuren kan zien. Be right back, we knippen er zo doorheen. Maar bij deze, dit is in ieder geval de body. Yay, daar zijn we weer. Met mijn laptop heb ik erbij gepakt, mijn trouwe laptop. En een van de condoompjes van het kabeltje afgedaan. Kan hij erin? Ik hoop dat het eentje is, net als met die Corsair unit die we laatst hadden. Yes, het werkt gewoon. Nice, hè? En nu ik hem zo vast heb, zie je natuurlijk ook dat die wrist rest, de polssteun, dus magnetisch is. Ik hou hem verder niet vast, hij klikt er gewoon aan. Op zich best wel fijn. En dus alle kleuren van den regenboog. Natuurlijk, het is Razer met de kenmerkende chroma-verlichting. Dus 16,8 miljoen kleuren. Wauw, wauw, wauw. Mijn laptop is meteen de software ervoor aan het installeren. Ik wil ook altijd dat er zo'n wave overheen gaat als je hem voor het eerst aansluit. Maar nee, hij gaat op die spectrum cycling, dat hij alle kleurtjes langs gaat. Ook helemaal prima. Maar goed, anyway, dat is hem dan. De Razer Black Widow V2. Dit was een unboxing, jongens. De review komt er nog aan. Er komt een uitgebreide video-review als in een Gamers Net Gear aan. En een geschreven review. Heb je vragen over dit ding? Laat het weten in de comments. Ik beantwoord alles voor zover ik het weet. En kan ik het niet beantwoorden, dan kom ik naar je terug in de video-review of in de review. Dat ik dan je vraag beantwoord als ik het eenmaal wel weet. Ik ga er helemaal op induiken, jongens. Anyway, mocht je dus geïnteresseerd zijn, laat het weten. Als je kijkt op YouTube, like, comment en subscribe. Als je kijkt op Gamers Net, ik hou van je. Tot snel. Dit was Tom van Gamers Net.nl. En ik hou van je. Iemand het aan.